Je wint hier vanmiddag met afgetekend. Met wat voor gevoel sta je hier? Nou, 2 gespeeld 6 geeft een goed gevoel. Logisch. Winnen geeft ook een goed gevoel. Dus in dat opzicht met een goed gevoel. Maar ik vind de manier waarop de overwinning tot stand komt vandaag niet heel overtuigend van onze kant. Dat willen we graag anders zien. Is dat niet een beetje trainerstaal? 0-3? 1-3, hè? 1-3. Oh, sorry. 1-3, ja, 90ste minuut. Scherp blijven. Ja. Nee, maar goed. Natuurlijk is dat trainerstaal. Dus kijk, die jongens binnen in de kleedkamer denken er heel anders over. En ik straks in de bus ook wel. Elke overwinning vieren we. Maar de eerste helft, Scherpenzeel speelde 4-4-2, hadden we niet verwacht. Daar hadden we echt wel moeite mee. Na onze 1-0, de eerste 10 minuten was denk ik een beetje over en weer. Wij maken de 0-1. En daarna hadden we het echt een kwartier, 20 minuten hartstikke lastig. En als zij daarin 1 of 2 goals maken, is het gewoon heel terecht en verdiend. Nou, daar baal ik van. En we komen niet in ons ritme, in ons spel, zoals we dat graag willen. En dat was de verdienste van Scherpenzeel. Maar ook deden wij een paar dingen gewoon niet zo handig. Nou, gelukkig kregen we naarmate de eerste helft vorderde wel weer een beetje grip over het geheel. En ja, in de tweede helft slaan wij 1 speler van hun de stoppen door, waardoor wij uiteindelijk een makkie hadden in de tweede helft. Maar ja, ook dat vind ik dan niet zo goed, omdat we hadden ook vandaag 6-7 goals kunnen maken. En dat verzuimen we dan ook weer, dus ja. Wat beetje... vond je dan in de eerste helft niet zo goed gaan? Want was er maar, je zegt, gingen dingen niet zo goed. Nou kijk, wij willen een tegenstander hoog op het veld onder druk brengen. Dat willen we eigenlijk altijd. En daarbij houden we wel rekening met zeg maar, de vastigheden van de tegenstander. Nou, dat lukte ons niet. Tegelijkertijd lukte het ons niet om heel lang aan de bal te blijven zelf. Hè, om in ons ritme te komen aan de bal. Nou, dat zijn wel 2 zeg maar, kernwaarden die wij hebben. En dat lukte niet. Dus dan ga je zoeken naar mogelijkheden om dat op te lossen. Nou, dat werd op een gegeven moment wat beter door het een klein beetje anders te gaan doen. In het druk zetten en in het voetballen. Maar nog steeds niet op de manier waarop we zouden willen. Dus ik vond de eerste helft gewoon voetballend en qua druk zetten voor Scherpenzeel. Maar het stond wel 0-3. Ja, dat was eigenlijk... Ik had met onze eigen trainer het over. Waar heb ik naar zitten kijken? Want jullie komen 1-0 voor. Scherpenzeel krijgt 3-4 kansen, maken ze niet. En het is rust met 0-3 uiteindelijk, zeg maar. Maar jullie schieten nog een keer op de lat, nog een doelpunt afgekeurd. Ja. Nee, maar kijk, wat wij natuurlijk wel echt ontzettend goed doen, is het omschakelen naar balverovering. Ja. En dus we komen dan op 0-3 en dat deden we gewoon 3 keer... En nog wel 4, 5, 6 keer echt geweldig. Dus ja, dat element van het spel was vandaag heel goed verzorgd en ook heel bepalend. Ja, super effectief met de kans omgegaan in de eerste helft. Ja, zo effectief als we in de eerste helft waren, zo ineffectief waren we in de tweede helft. Want toen kregen we er geloof ik 8 en er gingen geen 1 in, maar goed. Dus dat element van het spel. Maar het was geen compleet optreden vanuit mijn perspectief. Nee. Wat vond je van de tegenstander? Nou, Scherpenzeel heeft, vind ik, een hartstikke goede ploeg. Veel voetballend vermogen, veel individuele kwaliteit. En als zij het voor elkaar gaan krijgen om dat wat beter te laten samenwerken met elkaar, dan is het een hele interessante ploeg in de Overklasse. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Hey, succes volgende week. Dankjewel. Oh, ja.